Quirijn Kaspers. En die ziet dat Constantijn Jonker in de cirkel staat. Zijn voorzitter wordt ingetipt door Jonker. En zo is het vlak voor rust wel 2-2. Terecht dat Kampong daar op 2-2 komt met een schitterend doelpunt van Constantijn Jonker. Kampong blijft de beste ploeg in die openingsfase. Hier Constantijn Jonker. Een goede actie en een backhand en dat is het doelpunt. En zo komt Kampong na 20 minuten op een 1-0 voorsprong. Uitstekend doelpunt van Constantijn Jonker. Dat is al zijn 18e velddoelpunt van dit seizoen. Constantijn Jonker, de uitblinker bij Kampong vanmiddag. Fantastische actie in de cirkel. Passeert daar Lucas van der Rijt. Krijgt de strafcorner na deze actie. Geweldige actie van deze Constantijn Jonker. Passeert Lucas van der Rijt. Die houdt af en dan is het een strafcorner voor Kampong. Quirijn Kaspers aan de linkerkant. Goeie actie, stuurt daar Van Wagenberg het bos. En ook Tim Hooying heeft het nakijken. Zijn voorzet is perfect op Constantijn Jonker. En die brengt met zijn tweede doelpunt Kampong op 2-0. Mooie actie van Quirijn Kaspers. Afmaken is natuurlijk perfect van Constantijn Jonker.